Goedemorgen, dames en heren. Mijn naam is Edvard Niessing. Dit is het BSN Nieuws. De voedselbank Tilburg transformeert per 1 januari tot verzorgingsbank Tilburg. Daarmee krijgt ook Tilburg 1 voedselbank in plaats van 2, zoals jarenlang het geval was. Mevrouw, ik ben aan het nieuws lezen, mevrouw. Er zit er tussendoor te praten. Ik zit het nieuws te lezen. Ga je doorheen zitten praten? Ja, maar ik heb je achtergrond. Ik moet wel allemaal luisteren, hoor. Ja, ik lees het niet van nee. Belooft u om niets te zeggen en helemaal stil te zijn? Elke vrouw heeft er wel eens last van. Wakker worden met een kapsel dat niet goed zit. Nu blijkt dat vrouwen gemiddeld 26 jaar lang last hebben van een bad hair day. Heeft u een bad hair day? Want het haar zit niet zoals het wezen moet, hè? Ik heb het tegen u, mevrouw. Hebt u de telefoon in de hand of bent u bezig met sms'en en zo? Het gaat over bad hair day. Heeft u dus bad hair day? Zo te zien wel, hè, vandaag. Een beetje wel. De inwoners van Tilburg zijn gistermiddag door de politie gevraagd goed op de spullen te passen. In het centrum is namelijk sinds een week een zakkenroller actief. Hij heeft donkerbruin haar tot op de schouders, een wit overhemd en draagt een zwart colbert met een embleem van de voetbalclub Willem II uit Tilburg. Ja. Meneer, ik heb het idee dat we u te pakken hebben. Zou u misschien even willen gaan staan? En even laten zien dat uw zakken leeg zijn. Dus hard en voel, ja. Bij Hanne Kappers in Tilburg geldt vanaf dit moment dat de eerste klant die het liedje "Oh, wat ben je mooi", u weet wel, van Sugar Lee Hooper begint te zingen, die ontvangt €10 korting op zijn of haar rekening. Ja? Oh, wat ben ik mooi. Dat wordt het helemaal in 2013 en dat wordt absoluut verboden. Wat absoluut uit is anno 2013, wordt rood haar, vooral een groene polo, spijkerbroeken mogen niet meer gedragen worden en vooral een zonnebankgezicht. Maar u zit een beetje te lachen, mevrouw. Heeft u het idee dat ik het over u heb of zo? Nou, die stropdas, die kan ook niet meer, hoor. Als u druppels waternevel inademt die besmet zijn door de legionella-bacterie, bijvoorbeeld onder de douche, kunt u kaal worden. Zo wordt u aangeraden om bijvoorbeeld uw haar niet te laten wassen bij de kapper. Kunt u even de oprijlanen op uw hoofd laten zien, de fjorden? Ja, ja. Kijk eens, haal het eens naar achter. U begint knap kaal te worden. Ik maak me nergens zorgen om. Ik zit hier om het wekelijks en daar gaat het altijd goed dus. Oh, u komt er wekelijks. Nou begrijp ik hoe het komt. Bij deze benoem ik u tot ridder in de orde van de wijkende haargrens. In 2012 wordt in een kapperszaak het meest gevraagd om kapsels van voetballer Cristiano Ronaldo en zangeres Rihanna. Zoals u er nu bij zit, is toch niet veel natuurlijk. Dat lijkt er nog niet op, hè? Dat u nog in het spiegel durft te kijken. Als u zo naar buiten loopt, dan wordt het de vogelverschrikker van Tilburg, hè? Oh, misschien in de krant. Ja, dat zou best kunnen. Over opkomen gesproken. U zit in mijn nadenspleet.